Ik ga jou laten zien hoe jij zelf een heel mooi etuietje kan knutselen voor je potloodjes. Van duct tape en van een diepvrieszakje. Maar dan wel een diepvrieszakje die een sluitingje heeft. Kun je gewoon bij de supermarkt kopen. En dan kan je in je etuietje kun je dan heel mooi je spulletjes bewaren. Zoals je tekenpotloden, je pennen enzovoorts. Nou, ik ga dus aan de slag met een rol duct tape en een diepvrieszakje. Mijn diepvrieszakje heeft een sluiting waarmee die dus open en dicht kan. Nou, dit ga ik dus gebruiken voor mijn etui. Allereerst ga ik beginnen met kijken van hoe groot wil ik mijn etui ongeveer hebben. Ik wil daar mijn kleurpotloodjes in hebben, dus dit stukje is zat. Dus ik ga het onderste deel ga ik afknippen. Ik heb het geknipt. Nou, dit kan weg. Ik ga hem niet weggooien, want ik kan het ook gebruiken om andere leuke duct tape werkjes te maken. Bijvoorbeeld schilderijtjes, origami schilderijtjes. Ik zal hierboven een link voor je plaatsen naar een origami schilderijtje wat ik al heb gemaakt. Kan je dit dus heel leuk voor gebruiken. Nou, dan gaan wij hier dus mee beginnen. Wat we doen is, ik ga even een hulpstrookje gebruiken voor het beginnetje. Is het heel makkelijk om een hulpstrook te gebruiken. Heb ik gemaakt door een strookje te knippen van papier. En aan beide kanten te beplakken met duct tape. En het is heel handig om even tijdelijk een laagje duct tape op te bewaren. Zo. Ik ga dit even op mijn hulpstrookje plaatsen. Ik zal het je even laten zien. Dat betekent dat ik een deel op mijn hulpstrook heb geplakt. En een ander deel, daar ga ik dus nu mijn etui op plakken. En dit gaan we dan gebruiken, wat hier dan op zit, om een mooie laag hierboven te krijgen. Zodat je de sluiting niet in één keer ziet. Dat vind ik wel wat mooier worden. Ik ga mijn sluiting even dubbel vouwen. Want dit stukje wil ik dus niet beplakken van mijn sluiting. Ik wil gewoon daaronder beginnen met plakken. Dus ik vouw hem even dubbel waar mijn sluiting zit. En ik ga dit zo netjes mogelijk op mijn duct tape plakken. Zo. Oké. Mooi. En dan ga ik hierboven een laagje plakken. Moet ik eerst even dit vastmaken, want anders dan gaat dit straks losschieten terwijl ik aan het plakken ben. Ik pak even kleine stukjes duct tape die ik hier nog over had van een ander werkje. Vaak plak ik even een paar op mijn tafel. Want bij andere werkjes kan ik altijd weer kleine stukjes gebruiken. Zoals nu dus. En dan kan ik even een stukje gebruiken wat ik nog had. Oké, nou dit plak ik even vast. Kan die straks ook niet meer in de weg gaan zitten. Dit haal ik er even af. En dan ga ik nu een stukje duct tape opplakken. Dan gaan we dit opplakken met de hartjes naar beneden. Want we moeten even het patroon vasthouden. En hier zit hij dus nu met de hartjes naar beneden. Ik ga er even goed voor zitten dat ik even geen foutje maak. En dan maken we dit weer los. Nou, prima. Dan ga ik hier de zijkantjes inknippen. Van dit stukje. En dan plak ik hem op. En ook aan deze kant zijkantje inknippen. Even kijken of het zo lukt. Nee. En dan
plakken. Zo. Dit gaat los en dit mag eraf. Die heb ik nu niet nodig. Ik ga hem voor de zekerheid opzij zetten. Want je weet maar nooit. Wie weet kom ik straks een stukje tegen waarbij ik hem wel kan gebruiken. Ik ben altijd erg zuinig met spulletjes en met materialen. Nou, zo zit hij los. Dan ga ik hem hier aan de zijkant, ga ik hem, nou nu laat ik het nog even zo. Dit stukje ga ik er wel afhalen. En dan ga ik hem straks, als ik hem helemaal af heb, ga ik dit netjes afmaken door netjes te knippen. Oké, nou dan heb ik het beginstuk heb ik dan klaar. Zie je dat? Dit is dus gewoon dubbelzijdig geplakt over mijn sluitingje. Ik ga dit nu helemaal beplakken. Nou, dit heb ik erop geplakt. En dan ga ik hem aan de achterkant ga ik hem dubbel draaien. En dan ga ik hem zo vastplakken. De zijkant ook. Dan ga ik hier nog een laagje op plakken en dat doe ik even met de camera uit en dan kom ik bij je terug voor het onderste stuk. Dan ga ik nu dit laatste stukje ga ik vastplakken. Om dat te doen ga ik even een klein dubbel laagje maken. Alleen in het midden. Nu kan ik het stukje heel mooi gebruiken wat ik net al had. Ik had net dit stukje bewaard. Nou, die kan ik dus nu heel mooi gebruiken. Zie wie wat bewaard heeft wat. Die ga ik dus heel, ja, heel netjes in het midden proberen te plaatsen. Geeft niet als het niet helemaal lukt hoor. Ongeveer is ook al goed zat. Dan ga ik dit stukje ga ik, even bewaren hierop. Mijn hulpstrookje dat ik straks niet in de war kom. En dan ga ik hier mijn etuietje opplakken. Dus ik zal het even zo laten zien. Mijn plakrandje, mijn bovenste plakrand ga ik gewoon zo erop plakken. Alleen als ik het zo doe kan ik het niet zo goed zien. Dus is het makkelijker voor mij om dit even zo te draaien, want dan is het wat beter zichtbaar. Hij moet met de hartjes patroontje een klein beetje hierop. Dus ik moet hem zo passen en meten dat hij er zo al een beetje op gaat. En deze onderste die moet dus niet. Dus die hou ik vast omhoog. Zie? Deze onderste laag die moet niet. Oké, daar gaat hij. Zo. Mooi. Dan maak ik dit nu los. En dan gaat, vouw ik hem dubbel. En dan gaat dit dus met het plakrandje gaat dan hierop. Dus dit stukje blijft even los. Dat wordt de onderkant van mijn etuietje. En het plakrandje gaat dus hier bovenop. Dus even naar mezelf toedraaien, zodat ik het beter kan zien. Kijken. Ja. Het is een beetje passen en meten, maar het is zo gelukt. Mooi. Dan de zijkantjes afknippen.
En omdat ik de zijkant nu heb afgeknipt, moet ik nog even weer een nieuw randje hier plakken en dubbel vouwen. Want anders dan riskeer ik dat mijn potloodjes hier uitvallen. Het was handiger geweest als ik eerst het eerste laagje had dubbel gevouwen. En dan had ik dit laagje nu netjes kunnen dubbel vouwen. Maar daar had ik net niet aan gedacht. Dus gaan we weer. Gaan we dus één laagje hierop doen en dan vouwen we hem dubbel. Kijk, en dan gaat dit zo naar binnen. En deze gaat zo naar binnen. Nou, dan hebben we dus nu al één kant beplakt. Ik ga dus nu hetzelfde aan de andere kant doen. Ik ga nu weer even een opstaande rand maken. En dan ga ik hier op plakken. Ik ga dus weer een plakrandje, of weer een hulpstrookje gebruiken om een randje te maken daarboven bij mijn rits. Dus ik ga hem weer niet helemaal op mijn strookje plakken, maar een deel. Zo. Omdraaien. Mijn rits ga ik weer dubbel vouwen en vastplakken met twee hulpstukjes. En dan ga ik hem weer zo, kijk, ik heb hem zo gedaan. En dan ga ik hem weer hier opplakken. Even kijken, ik zal het iets meer naar het midden doen, kun je het beter zien. Dan gaat dit er weer af. En gaan we dit erop plakken met de hartjes naar beneden om het patroontje te volgen. Dan ga ik hier de zijkantjes afknippen. Dit ga ik er helemaal afknippen. Nou, deze kant heb ik er helemaal af. Dus dan ga ik hem hier even nog netjes knippen. Hier zie je de rand van de vorige, dus dat ga ik dan ook zo knippen. En dan hier dit stukje eraf. Hetzelfde doe ik aan deze kant, het stukje eraf. En dan dit stukje waar je die vorige ziet, netjes doorknippen. Nou, mooi. Dan ga ik hem omdraaien. En dan ga ik hem dus hier, ga ik hem ook helemaal afplakken.
Wat dus heel jammer aan deze duct tape is dat je niet een patroontje kan volgen. Bij de vorige duct tapes kon ik het heel mooi op elkaar plakken om te zorgen dat het patroontje doorliep. Dat kan hier jammer genoeg niet. Dus dat is even een minpunt van dit hartjespatroon. Ik vind hem wel heel mooi. Maar ik kan alleen geen patroontje volgen hiermee. Dus dat is wel lastig. De zijkanten. Dus vorige keer klapte ik hem dubbel. Dat doe ik niet aan deze kant. Hier ga ik de zijkanten gewoon netjes afknippen. Hetzelfde ga ik aan deze kant doen, netjes afknippen en daarna ga ik dit verder afplakken. Even met de camera uit en kom ik zo weer bij je terug. En zo is mijn etui helemaal klaar. Aan beide kanten netjes beplakt met duct tape en helemaal klaar voor gebruik. Kijk, dit is het opstaande randje, zeg maar. Dat vind ik wel heel mooi. Randje schuif je open, je doet je etuietje open en je vult hem met je potloodjes. Zo. En dan schuif je hem weer dicht. En dan zit alles netjes in je etui. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien hoe jij zelf een etuietje kan maken van duct tape en diepvrieszak. Vind je dit filmpje handig? Geef het dan een like. Voor mij ook weer heel fijn. Wil jij meer duct tape ideetjes? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Je kan ook een kijkje nemen op mijn website www.jufjannie.nl.